Daar is hij dan. De Quest Pro. Lang verwacht. Of lang opgewacht. Heel veel mensen die erop gewacht hebben. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik kan natuurlijk nog niet zoveel zeggen over deze machine. Ik heb als referentie de Q40. En dat was een hele leuke machine. Maar dit is toch nog wel even andere koek. Hier zit nog wel wat meer op. Ik heb de machine aangezet en met deze en deze ga je hier in de modus veranderen. Dus wat ik ga doen, ik loop op een parkje nu. 2, 1. Strand. En muntjes, coins. Ik kan hier de sensitivity omhoog zetten. Zo, 80. En dan kan je hier door de modus. Discriminatie. Geluid. Tonen. Nou, ik wil altijd wel 2 tonen. Oh, gingen we te snel. 2 tonen. Manual ground balance. Tone space. Band. En frequency shift. Nou, ik denk dat ik zo maar even ga lopen. Eerste muntje, 50 cent. Strakke 81. En dan bedoel ik ook echt strak. Centjes. Ja, ik heb hier een stukje, ja, het is geen roest, het is nou, ik weet niet, een soort baksel, maar en ik weet niet of jullie het horen, maar er zit duidelijk een soort kraakje tussen, dus met een beetje, ja, het is een leerproces, maar als je dat kraakje eenmaal gewend gaat raken, dan gaan je deze dingen wel weer missen. Wel een oldschool knikker in het gat. Dat is dan wel weer leuk. Een soort ringetje met, lijkt wel een soort Chinese tekst erop. 5 eurocentjes. Nou, ik moet zeggen, het gaat helemaal zo verkeerd nog niet. Voor het eerst met de Quest Pro. Kijk jongens, kijk, of dat nou geluk is of niet, dat doet er voor de rest helemaal niet toe. Het is wel een ring. En voor zilver glimt hij wel heel erg. Dan ga ik thuis wel even verder kijken wat het is. Ik ga zo even kijken of er wat in staat. Maar, ik zal hem even op zijn kant zetten. En dat vind ik helemaal super. Moeten jullie eens horen, een ring op zijn kant. En een ring plat. Maakt geen verschil. Het is gewoon hetzelfde. Nou, dat is toch super.
Kijk, dat zijn altijd welkome muntjes. Daar hebben we wat aan. 2 euro. Even kijken hoe die klinkt. €0,50 zijn altijd leuk. Nou, het begint nu langzaam slecht weer te worden. Dus ik ga ermee stoppen. Wat ik wel heb gedaan vandaag is een eerste indruk van de Quest Pro. En mijn eerste indruk was dat hij zeer en zeer rustig is. Ik liep op een best vervuild stukje speelveld. En hij is gewoon stil. Hij geeft duidelijk aan wat er ligt. En de VDI's zijn echt, echt, echt strak. En daarmee verdient hij bij mij al een dikke pluspunt. Ik kan natuurlijk niet echt zeggen van het is dit, het is dat. Want na 1 uur een machine in je handen te hebben die veel en heel veel in zijn mars hebt. Ja, eigenlijk kan je natuurlijk gewoon nog helemaal niks zeggen. Maar voor wat hij nu gedaan heeft, dikke, dikke, dikke duim omhoog.